Goedemorgen, iedereen. Wat is de laatste stand van zaken daar nu in Brazilia? Nou, eerst moet ik zeggen dat ik heel slecht vind wat alles daar gebeurt nu. Hè. Maar gelukkig is het nu wat rustiger vandaag. Dus congres gaat in sessie, misschien morgen of overmorgen, dat weten wij nog niet zeker, om een federale interventie te bepalen. Maar ik hoop dat we dat alles in vrede kunnen organiseren. Ja, veroordeelt u wat er gisteren is gebeurd? Ja, zeker. Geweld is nooit goed. Hè. In een democratie wil je geen geweld hebben. Dus dat vind ik natuurlijk heel slecht. Ja. Aan de andere kant, dat is ook een soort de consequentie, hè, van dat mensen geen vertrouwen meer hebben in instituties in Brazilië. Dus dat is heel raar, hè? Ja, maar goed, u hebt zelf ook al de nodige kritiek op die instituties, inclusief het Hoge Rechtshof, zeker, in de aanloop, zeker, naar de verkiezingen, vanwege het blokkeren van, zeker, sociaal mediaverkeer, als mensen kritiek hadden op de verkozen president Lula. U wilt daar een parlementaire onderzoekscommissie naar. Hebt u wat dat betreft ook niet zelf olie op het vuur gegooid? Nee, helemaal niet. Aan de andere kant zou ik zeggen, ik probeer juist de Hoge Rechtshof terug in onze wetgrond te zetten. Want het gaat te ver en te snel. En ik heb ook een vraag. Hè. Hoe is het mogelijk dat Lula nu in vrijheid was gesteld, terwijl hij was veroordeeld voor corruptie? Hè? En dat door het hoogste rechtscollege die door hem zelf benoemd was. Dus het is... We hebben een heel situatie in Brazilië en we moeten proberen juist een pacificatie te hebben. En dat wordt moeilijk als de Hoge Rechtshof steeds probeert te censureren en buiten de grondwet te werken. Ja, toch.